Hoi, mijn naam is Nanda en in deze video gaan we het hebben over een aantal van onze favoriete klim- en boulderschoenen. Klimschoenen bestaan er in vele soorten en maten en de juiste klimschoen is best wel belangrijk tijdens jouw boulder- en klimsessies. Deze selectie is ontstaan door persoonlijke ervaringen van onze klimmende buitenexperts en mijzelf en er is daarbij rekening gehouden met alle niveaus en klimstijlen. In principe kun je een paar klimschoenen gebruiken voor zowel boulderen als sportklimmen. Maar afhankelijk van je niveau en stijl zal een boulderaar over het algemeen wat meer behoefte hebben aan een agressievere schoen. En een sportklimmer wat meer behoefte aan een vlakkere, stijve schoen. De pasvorm van een klimschoen is extreem belangrijk. Te strakke schoenen kunnen echt super oncomfortabel zijn en te losse schoenen kunnen gewoon zorgen voor minder prestaties. Op hoog niveau kan de pasvorm zelfs zo nauw luisteren dat klimmers wat verder op zoek gaan naar echt de perfecte pasvorm. Bijvoorbeeld mijn collega Riemer, die klimt op de damesvariant van de Instincts, omdat die beter bij zijn voet passen. En zo zijn er ook klimmers die op twee verschillende maten klimmen. Dus als je twijfelt over jouw pasvorm, ga dan naar een van onze winkels om te passen en voor advies van onze buitenexperts. Laten we beginnen met, naar mijn mening, een van de beste beginnerschoenen in onze collectie. Dit is de La Sportiva Tarantula. Een veelzijdige en comfortabele schoen voor zowel binnen als buiten. Voor de ervaren klimmer ook prima in te zetten op lange multipitch routes, waarbij comfort wat meer prioriteit heeft. Door het design van de tong zijn de schoenen gemakkelijk aan en uit te doen. En de zool bestaat uit extra dik rubber, waardoor je extra lang met de schoen zult doen. Dit is de La Sportiva Katana. Dit is een schoen die zich echt al meerdere jaren heeft bewezen als goede allrounder. Deze schoen heeft een goede balans tussen comfort en performance. En het grootste verschil met de Tarantula is dat de Katana voorzien is van een veel stevigere zool. Waardoor deze schoen het best tot z'n recht komt op verticaal en licht overhangend terrein. Zowel binnen als buiten. Dan komen we bij de La Sportiva Kubo. Deze zijn best wel vergelijkbaar met de Katana's. Alleen hebben de Kubo's meer bescherming aan de bovenkant van de voet. En de zool is opgebouwd uit twee losse onderdelen. Wat betekent dat deze schoen iets beter geschikt is voor sterkere overhang en grotere volumes. Dus het soort routes wat je vaak in de lokale klim- en boulderhal tegenkomt. Dit is de Scarpa Instinct VS. Deze is voorzien van best wel stijf rubber. Waardoor die heel erg precies is op de kleinste voetholds. Op verticaal en licht overhangend terrein. Maar door dit stijve rubber verlies je ook wat meer grip zodra je minder druk op je tenen zet, zoals vaak het geval is bij sterke overhang. De La Sportiva Squama is een van de meest agressieve schoenen in onze collectie. De schoen is voorzien van iets zachter rubber, waardoor je veel grip hebt op gladde volumes en overhang, maar slijt hierdoor wel iets sneller dan schoenen met een stijvere zool. En wat wel goed is om te noemen, is dat de versie van de Squama die wij verkopen volledig vegan is. Dit waren een aantal van onze favoriete klimschoenen. Wil je meer leren over klimmen of boulderen? Bekijk dan de eerdere video's die wij daarover maakten. Meer informatie over de genoemde schoenen vind je in de beschrijving. En je kunt natuurlijk ook in een van onze winkels terecht voor advies van onze buitenexperts. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!